Wat? We beginnen gewoon gelijk hiermee. Dit is insane, het eerste pakje. Hoe dan? What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en het leek me wel weer leuk om eens een keertje Pokémon kaarten uit te gaan pakken. De nieuwe serie Pokémon kaarten heet Team Up en die leek me echt super tof. En daar heb ik deze booster box opgestuurd gekregen om voor jullie uit te gaan pakken. En ik heb ook nog deze Elite Trainer Box opgestuurd gekregen uit dezelfde serie. Deze gaan we uitpakken op Instagram. Ik ga op verschillende dagen even 1 of 2 pakjes uitpakken. Dus volg me ook op Instagram als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie je welke kaarten ik uit deze Elite Trainer Box krijg. Ik wil eigenlijk niet te veel praten. Ik wil gewoon deze Booster Box gaan uitpakken. Let's go! Wat zo ontzettend tof is aan deze nieuwe serie is dat op heel veel GX kaarten 2 Pokémon staan. De serie heet dus Team Up. En dat zegt al dat 2 Pokémon een team vormen. En ik ben heel erg benieuwd of we een aantal van die toffe kaarten kunnen trekken vandaag. Als je het online spel speelt van Pokémon TCG, dan kan je deze code invoeren en dan kan je daar een pakje openmaken. Ja, je kan hem maar 1 keer gebruiken. Dus als iemand deze al gebruikt heeft, dan gaat dat niet meer lukken. Maar ik geef dus een aantal codes ook aan jullie. Ik doe 4 kaarten naar voren en dan gaan we kijken. Oh, kijk eens, die energy kaarten die zien er nu ook anders uit. Dit kader, dat zat er eerst helemaal niet omheen. Dit is helemaal nieuw. Cool, dus die energy kaarten die zien er nu ook anders uit. We hebben hier een Cosmoan. Ik doe de camera een klein beetje omhoog, dan kunnen jullie het beter zien. Ja, Cosmoan, een Hitmonchan. Oh, kijk die art. Super toffe art. Echt een soort van babyachtige Hitmonchan. We hebben hier Jasmine. We hebben Squirtle. Jee, Squirtle. Tentacool. Een Grimer. Veel Kanto-Pokémon. Een Pidgey. Gaat het alleen maar over Kanto-Pokémon? Nee, want we hebben Cosmoan ook al gehad. De volgende is een Dratini. Ja, Kanto represent, jongens. We hebben hier een Mightyena. Dat is de reverse. En als we beginnen gelijk goed. We beginnen in het eerste pakje gelijk goed met... Oh! Magikarp en Wailer Tag Team Rainbow Rare. Wat? We beginnen gewoon gelijk hiermee. Dit is insane, het eerste pakje. Hoe dan? Gelijk een tag team kaart en dan ook nog een Rainbow Rare Magikarp en Wailer GX. Hoe dan? Ik pak hier natuurlijk gelijk even een hoesje voor uit mijn Elite Trainer Box. Wow! Ik heb nog nooit meegemaakt dat het eerste pakje gelijk een Rainbow Rare was. Dit is insane! Hier is weer een codekaart voor jullie. Alsjeblieft, 4 naar voren. En let's go, Grass Energy. Dan hebben we hier Morgan. We hebben Fluffy. Een Jinx. Een Vulpix. Een Pancham. Squirtle, een andere Squirtle kaart. Zitten dus 2 verschillende Squirtle kaarten in deze serie. Ik vind deze wel leuker dan die andere, moet ik zeggen. We hebben hier Klefki. Oh, we hebben een Voltorb. Dan hebben we hier de reverse, dat is Tentacruel. En als laatste hebben we een non-holo rare, Starmie. Ja, je kan ook niet gelijk in elk pakje natuurlijk een Rainbow Rare trekken. Het derde pakje, let's go. We beginnen met water. Dan hebben we hier Rapidash, vet. We hebben hier een Return Label, een Kangaskhan, een Poochyena, een Alolan Geodude. Die art, dit is super geinige art. We hebben hier Paris. We hebben hier Joltik. Dan gaan we door met Blitzel. Met Parasect is de reverse holo. En als laatste hebben we hier een Beedrill. Oeh, ik vind deze art wel nice, man. Dit is best wel een toffe Beedrill kaart. Ja, yeah, I like it. Daar gaan we weer. Een Psychic Energy. Dan hebben we hier Dragonair. Oeh, vette Dragonair kaart, jongens. Deze is wel tof. Dan hebben we hier Ingo en Emmet. We hebben een Charmeleon. Die vind ik ook nice. Ze zijn goed bezig met die Charmeleon kaarten. Vet hoor. We hebben hier Mareep. Dan hebben we hier Pharaoh Seed. Charmander, yay! Helioptaal, ook een leuke kaart. Een Mankey, we hebben hier de reverse een Pidgey. En als laatste hebben we... Oeh, woe, nice! Gyarados. En dit is een holo rare. I like it. Ja, dit is een hele toffe kaart. Mooie art. Dan hebben we hier het volgende pakje. We beginnen met een Fighting Energy. Dan hebben we hier Golduck. De volgende kaart is een Grass Memory. Kakuna. Een Dratini. Weer een andere Dratini kaart dus blijkbaar ook. Ja, er zitten echt wel veel Kanto Pokémon, man, in deze serie. Wel tof. Zorua. Een Psyduck. We hebben hier Emolga, die vind ik ook leuk. Emolga is sowieso ook wel een leuke Pokémon. Een Staryu, een Electrocharger, holo, reverse holo. En als laatste hebben we hier een Galvantula, non-holo, rare. Tijdens deze aflevering zullen we de linkerkant van de boosterbox uitpakken. En dan heb ik volgende week nog de rechterkant van de boosterbox voor jullie. Anders wordt dit echt wel een hele lange video. Dan hebben we hier een Steel Energy. Dan hebben we hier Persian. Een Farfetch. Toffe kaart ook weer van Farfetch. Cosmoan, die hebben we al. Die Grimer kaart hebben we ook al. En Electrocute. Electrocute? Hoe is Electrocute? Ik heb een nieuwe Pokémon ontdekt, jongens. Electrocute. Let's go. Een Larvitar. Een Meowth. We hebben hier Nidoran. Oh man, hoe schattig kan je een kaart maken?
Schattiger dan dit wordt het haast niet hoor. We hebben hier Evelyn als Reverse Holo. En als laatste hebben we dan Primeape. Ik geloof niet dat hij zo doet. Maar maakt niet uit. Alright jongens. Het volgende pakje. We doen er weer 4 naar voren. We beginnen met een Fairy Energy. En vervolgens 1 Tauros. Ik vind het een goede serie qua art jongens. Persian. We hebben Metal Goggles. Een Squirtle opnieuw. Klefki opnieuw. Dan hebben we hier Voltorb. De volgende kaart is een... Kijk deze Weedle. Die is lekker gewoon een blaadje aan het eten. Super schattig weer. Man, een Vullaby. Een Pidgey Reverse. Die hebben we al. En als laatste... Oh, wat is dit voor moois? Incineroar GX. Kablam! De nieuwe Pokémon die ook in Super Smash Bros. Ultimate zit. Dit is een mooie kaart weer hoor. Kijk hem dan. En dit is geen Fire-type kaart. Dat valt wel op. Natuurlijk, Incineroar's primary type is Fire. Maar dit is geen Fire kaart. Nice! De tweede goede pool in deze video. En dan gaan we best wel lekker met deze serie, hè. We hebben echt goede pools, man. Maar dat eerste pakje, dat was bizar. Dat was even een comeback, jongens. Dat eerste pakje. Zo lang geen Pokémon kaarten uitgepakt. En dan dat eerste pakje wat je uitpakt is zo'n pakje. Niet normaal. We hebben een Water Energy. Dan hebben we weer de Electro Charger. De volgende kaart is een Hitmonchan. We hebben hier de Grass Memory. Het werd in één keer heel donker. We hebben hier Tentacool. De volgende kaart is een Ponyta. Dan hebben we hier Alolan Grimer. Die heeft een beetje problemen met vuur zo te zien. Alolan Grimer. Een Cosmog. Een Litten. Oh, die is tof. Check dan. Dit is echt een toffe kaart van Litten. Dan de volgende kaart is een Poochyena. Die reverse. Oh, dat was onze reverse. En de laatste is een Nidoking. Heel tof ook, die Nidoking kaart. Awesome. Alright, het volgende pakje begint met een Tentacruel. Dan hebben we hier Ingo en Emmet opnieuw. Een Wartortle, die hadden we nog niet gepoeld. Dus dat is helemaal nice. We hebben hier opnieuw een Charmander. Helioptile. Mankey. Vulpix. Bancham, een reverse Pokémon communication kaart. En als laatste, oh vet, een Aerodactyl. Ik moet wel zeggen, die non-holo rare kaarten uit deze serie zijn ook wel nice hoor. Deze Aerodactyl is ook wel vet. Die Nidoking van net was tof, deze Aerodactyl is ook awesome. Maar we wachten eigenlijk natuurlijk op nog een tag team kaart, hè. Zou ik wel lekker vinden als we nog een tag team kaartje poelen. We hebben hier weer een energy kaart natuurlijk. Pokémon communication. Oh, Hitmonlee. Die vind ik eigenlijk wel toffer dan die Hitmonchan kaart, als ik heel eerlijk ben. Vet. Een Metal Goggles. Daar hebben we hier Mareep. We hebben Charmander. Het is ook weer een andere Charmander kaart. Zowel Squirtle als Charmander hebben hier gewoon een alternatieve art. We hebben hier een Honedge. Een Pidgeotto. Nidoran. Een Staryu Reverse. En als laatste hebben we dat... Oeh, Jirachi. Oh, deze is leuk. Super schattig. En ook mooi ofzo. Weet niet. Het is alles in één. Wat een toffe kaart deze Jirachi. Yeah, nice. Tot nu toe is dit echt wel een hele toffe serie, man. We gaan een beetje tempo maken. We hebben hier een Heliolisk. Dan hebben we hier een Buff Padding. Kabuto, die hebben we ook nog niet gepoeld, dus dat is nice. Helioptile hebben we al best wel veel. Execute of Alexecute. Ferroseed. Meowth. Alolan Geodude, ook weer een alternatieve art. Dit is niet zo'n hele mooie kaart. Lijkt wel van klei gemaakt of zo. De reverse is een Spiritomb. En als laatste hebben we een Bronzong. We hebben nog 7 pakjes te gaan voor deze video. En nog even 1 GX zou natuurlijk wel heel vet zijn. En we gaan verder. Electric Energy. Een Fairy Charm Ultra Beast Ding. Een Wartortle. Een Pupitar hebben we nog niet. Een Pidgey. Dan gaan we door met Dratini. We hebben hier Ponyard. Die hebben we ook nog niet gepoeld. Dus dat is top. We hebben Alolan Grimer. Een Ponyta, een Zorua reverse. En als laatste, oeh, Mak. Alolan Mak. Ik vind die Alolan Mak altijd wel tof hoor. Nee, een of andere regenboogpudding of zo lijkt het wel op. We beginnen met een Fire Energy. Dan hebben we hier weer een Tauros Lavender Town. Grappig dat er ook gewoon een kaart van is. Een Wartortle. De volgende is Zorua. Dan hebben we hier Larvitar. We hebben hier Psyduck. Een Vullaby. Een Weedle, deze art hebben we ook nog niet. Dus ook Weedle zit er weer 2 keer in, jongens. De reverse is een Helioptile. En als een... Oh, laatst hebben we een Ampharos GX. Wow, dit gaat lekker in deze video, jongens. Oh, een Ampharos vind ik een van mijn favoriete Pokémon uit die generatie. Die is best wel sterk. Ik vind het verhaal van Ampharos ook heel erg vet met die Light Tower. Met die vuurtoren. Oh ja, ik vind het leuk. Ik vind het ook een mooie kaart dit. Je ziet een hele grote stad daar op de achtergrond. En het zou zomaar kunnen zijn dat Ampharos die stad gewoon licht heeft. We doen hem natuurlijk weer in een hoesje. Kablam! En ik gooi hier weer even tussendoor een codekaart voor jullie. Alsjeblieft. En daar gaan we weer. Fighting Energy. Dan hebben we hier Torracat. Torracat hebben we ook nog niet gepoeld, dus dat is een nieuwe kaart. We hebben Kabuto, een Nidorino, een Joltik, vervolgens een Blitzel, een Squirtle, een Tentacool, een Grimer. Oh! Oh, nice! Een Tapu Koko Prism kaart komt er gewoon even tussendoor. Wow, die kleuren zijn mooi, man. Dat geel gemixt met dat paars. What?
voelen we ook gewoon even. Doen we gewoon even. En als laatste hebben we dan nog een Ninetales die we ook nog niet hebben. Yo, dit is een super goede boosterbox tot nu toe. En dan hebben we nu nog 4 pakjes te gaan, jongens. Hier is opnieuw een codekaart voor jullie. We hebben hier Pokémon Communication. Die hebben we al heel vaak. We hebben ook een Flaffy. Ammonite. Die hadden we nog niet. Dus dat is super leuk. Een Hornage. Een Pidgeotto. Een Nidoran. Een Cosmog. Een Magikarp. Die hadden we ook nog niet. Top. Een Charizard. Oeh, Charizard Reverse. Deze Charizard hebben we ook nog niet gepoeld. Wow, die is cool. Yeah, Charizard. En als laatst pakken we nog even een Mandibuzz. Dan hebben we nu nog 3 pakjes. En we gaan super lekker. We hebben hier weer een code. Oh, een codekaartje, wou ik zeggen. Zoals altijd beginnen we met een Energy. Dan hebben we hier Alolan Graveler. Nice. Een Nita. Trainerkaart. Goed, 2 kaarten die we nog niet hebben. Deze hebben we ondertussen wel al een paar keer. Deze Emolga hebben we niet. We hebben wel de andere Emolga art. Een Staryu. Een Puchenna. Een Alolan Geodude. Een Paras. Een Lugia Reverse. Ho. We knallen nog even een aantal super toffe reverses erin, jongens. Man. Net de Charizard en nu die Lugia. En de laatste kaart is een Bills Analysis. En dit is een Holo Rare kaart. Dat is dan toch wel vet. Bill die we al kennen uit Kanto natuurlijk. We gaan way back met Bill. Oké, jongens. Nog 2 te gaan. En dan hebben we hier het ene laatste pakje van deze video. Let's go. We hebben een Dragonair. Torracat. Brock's Grit hebben we nog niet, dus dat is nice. Pawniard. Alolan Grimer. Ponyta. Mareep. Charmander. Die reverse is ook Charmander. En als laatste een Mr. Mime. Die natuurlijk gaat voorkomen in de Pokémon film. Althans de Detective Pikachu film. Dat stukje met Mr. Mime is echt heel grappig. Ga checken als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zijn we nu toegekomen aan het allerlaatste pakje in deze video. We beginnen dit pakje met een Fairy Energy en een Kangaskhan. Een Nidorina die we nog niet hebben gepoeld. Sabrina's Suggestion die we ook nog niet hebben gepoeld. Moeilijk woord zo. Een Weedle. Een Vullaby. Een Dratini opnieuw. Zorua. Psyduck. De reverse is een Unidentified Fossil. En als laatste hebben we een Pidgeot Non-Holo Rare. Maar die hebben we ook nog niet. Dus dat is helemaal niet erg. Maar wat we wel hebben gepoeld zijn een aantal hele mooie kaarten. Namelijk deze Tapu Koko Prism kaart. Die kleurtjes vind ik heel tof. Ja, dit is echt een mooie kaart. Dan hebben we natuurlijk ook Ampharos, die ik ook heel erg leuk vind. Een van mijn favoriete Pokémon uit die generatie. Incineroar GX hebben we natuurlijk ook gepoeld. Maar de allermooiste kaart. En daar begonnen we gelijk mee. Een Magikarp en Wailord GX Rainbow Rare. Dit is insane. Uit het eerste pakje. Helemaal gestoord. Jongens, ik hoop dat jullie dit weer tof vinden. Dat ik weer een keer Pokémon kaarten ga uitpakken. Volgende week doen we de andere kant van de boosterbox. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me ook even op twitch.tv/rickkaichu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!